Ik ben Julia Sarbouw en ik werk in het Anne Frank Huis als historicus en als educator. Ik werk veel met het positiespel. Ik heb het mee ontwikkeld en ik vind het een heel erg leuk materiaal. Het spel bestaat uit verschillende situatiekaarten, waarbij je allerlei uh, verschillende personen en um, uh, ja, situaties letterlijk ziet op de kaarten getekend. Um, uh, wat ik uh, doe bij het begeleiden van het spel is uh, leerlingen wijzen op wat er nou eigenlijk op die kaarten te zien, zijn. Dus het is, of te zien is. Dus het is belangrijk om uh, de verschillende perspectieven te benoemen. Wie zie je op de kaart? Wie maakt de opmerking? Wie heeft er last van? In welke context gebeurt het? Is er een machtsrelatie? Is er, gebeurt het onderling uh, tussen twee leerlingen? Of is er een, uh, een leidinggevende bij betrokken? Allemaal op de kaart. Dat helpt leerlingen om na te denken over waarom een bepaalde opmerking in de ene situatie erger is en in de andere situatie misschien minder erg. Als je merkt dat, uh, dat één leerling veel aan het woord is, um, dan is het altijd goed om even dat uh, te benoemen. Er even naartoe te lopen en, te merken van, en, en aan te geven van nou, ik hoor jou en je hebt vast heel veel interessante dingen te melden. De bedoeling van deze opdracht is wel dat er echt met de groep wordt gediscussieerd. Dus uh, probeer eens met elkaar uit te vinden wat de andere kinderen in de groep of andere leerlingen in de groep vinden. Um, en ik lette er dan ook op dat ik bijvoorbeeld bij, de, bij het uitvragen van nou ja, welke kaart was, was lastig, dat ik dan een andere leerling het woord geef. Um, dus een soort spokesperson maak van de groep, zodat je wat meer perspectief op tafel krijgt. Een ander aspect is ook of leerlingen zich persoonlijk betrokken voelen tot de kaart. Soms is er iets op de kaart getekend dat de leerlingen zelf hebben meegemaakt, of waarvan ze weten, waarvan ze iemand kennen die dat heeft meegemaakt. Dan krijg je een hele andere discussie dan als het ver van je bed is eigenlijk. Als de leerlingen de situatiekaarten in hun eigen volgorde hebben gerangschikt en daar goed over hebben gediscussieerd, dan is het altijd zinvol om klassikaal na te bespreken. Ik doe dat graag door elke groep even korte beurt te geven en bijvoorbeeld te vragen wat was nou de kaart waar de meeste discussie over was. Op die manier nemen ze je eigenlijk even mee in hun gesprek en daar kan je dan als docent ook op sturen. Kun je nog aspecten benoemen of toevoegen die wat jou betreft belangrijk zijn. En alle leerlingen hebben ondanks dat het groepswerk was ook weer het gevoel dat ze klassikaal nog iets met elkaar hebben gedaan. En dan rond ik het af door uh, uh, te benoemen wat goed is gegaan in de discussie en, uh, en te laten zien van dat je dus verschillende perspectieven kan innemen en dat je daar wat mee kan in het dagelijks leven.